Het is nu uit Feyenoord-Rotterdam-fans. Hier is uw nummer 1 bron van explosief nieuws rechtstreeks van het web, klaar om u het laatste nieuws te brengen dat zojuist is bevestigd. Hou je vast, want er is zojuist nieuwe informatie naar buiten gekomen die de voetbalwereld op zijn grondvesten zal doen schudden. Ben jij er klaar voor? Hier is wat we uit eerste hand voor je hebben. De plannen voor 2024 zijn onthuld. Ja, je hebt het goed gehoord. Niemand anders, geen andere bron, alleen hier, uit eerste hand voor de gepassioneerde Feyenoord fans. Wij waren de eerste die het te horen kregen en we zijn hier om elk detail met jullie te delen. De verwachting is hoog, de spanning loopt hoog op en wij zijn hier om jullie mee te nemen op de deze spannende reis. Voordat we verder gaan, zorg ervoor dat je al op de abonneerknop op ons kanaal hebt geklikt zodat je kunt genieten van voortdurende updates over wat er gebeurt bij Feyenoord. Met het tijdelijke vertrek van vier sterspelers om hun land te vertegenwoordigen in internationale toernooien, voelt Feyenoord de dringende noodzaak om hun selectie te versterken. Alireza Jahanbaks, Ayaz Ueda, Jenkuba Minte en Remai Seruki staan allemaal op het punt om te schitteren in de Asia Cup en Afrika Cup of Nations. En terwijl zij glorie zoeken in hun internationale verplichtingen, is het de grote vraag welke versterkingen onze gelederen komen versterken. Het programma van Feyenoord tijdens deze toernooien is formidabel, met zware tegenstanders in de Eredivisie en de laatste 16 van de KNVB-beker. De terugkeer van deze spelers zal samenvallen met de cruciale uitdaging tegen AS Roma in de UEFA Europa League, wat een extra laag complexiteit en eisen aan onze selectie toevoegt. Coach Arne Slot heeft aangegeven behoefte te hebben aan versterkingen, met name in de voorste linie, waar de tijdelijke afwezigheid van twee spelers het belang onderstreept van het vinden van een multifunctionele, creatieve en solide vleugelspeler in één op één situaties. Terwijl we op zoek zijn om dit gat te vullen, strekt de behoefte zich ook uit naar de verdediging met de zoektocht naar een rechtsback om onze solide achterlinie te versterken. De zoektocht naar twee belangrijke versterkingen is duidelijk, maar Feyenoord... Staat voor financiële uitdagingen en moet de boeken zorgvuldig in balans brengen. De transferwindow is nog niet officieel geopend, maar speculaties en plannen zijn in volle gang. Het mogelijke vertrek van spelers als Javairo Dielrozen en Alireza Jahanbaks maakt de situatie nog complexer. Terwijl Feyenoord streeft naar kwalitatief goede versterkingen die direct hun bijdrage kunnen leveren. De vraag over de toekomst van belangrijke spelers als Lutz Harold Geertruida en Santiago Chimenee hangt boven ons hoofd en de financiële druk is aanwezig. Zelfs met het succes van de Europese campagne tot nu toe. De zoektocht naar spelers kan variëren, maar de coachingstaf is gefocust op het vinden van talent dat direct het verschil kan maken. Nu de officiële opening van de transferwindow nadert, is de verwachting onder de fans voelbaar. Welke namen staan er op het verlanglijstje? Arnoud Danuma, Nino Moten en Chris Richards zijn enkele van de namen die naar voren zijn gekomen, maar onderhandelingen en wendingen in de voetbalwereld kunnen ons verrassen. Blijf kijken, Feyenoord fans, en vergeet niet je like achter te laten, want deze transferwindow belooft spannend te worden, met wendingen, speculaties en, hopelijk, de komst van briljante talenten die ons op weg helpen naar succes in de komende competities. De harten bonzen, de verwachtingen groeien en samen, als echte Feyenoord-liefhebbers, zullen we deze transferwindow met optimisme en hoop tegemoet zien. Laten we laten zien wat het betekent om deel uit te maken van deze ongelooflijke rood-witte familie.